guys, ik heb vandaag een soort trainingspak aan. Ik ben gewoon even wezen. Heerlijk, heerlijk. Gebakken banaan. Ik heb het na lange tijd niet gegeten, dus het is echt heerlijk hoor. Hi guys, vandaag is zaterdag. Zaterdag 13 maart. Het is een luie dag nog steeds. Gisteren was ook een luie dag. Vandaag heb ik van het diep gekocht. Een grote lus. Met veel peper. Oh my god. Wat eten jullie vandaag? Laat me voor jullie proeven. Laat me zien. Eén blikje corned beef. Halve ui. Twee teentjes knoflook. Eén maggi blokje. En één lepel suiker. En drie pepers. Oh, lekker. Zalig hoor. Voor degenen die geen pepers houden. Eén peper is al genoeg. Lekker pittig. Smakelijk eten voor jullie. Hi, ik ben terug. Oké, ik ga beginnen. Vandaag heb ik zin in sambal garnalen. Ik heb hier iets grotere droge garnalen. En je hebt ook iets kleinere droge garnalen. Dit heb ik al een tijdje in de vriezer. Dus ik hou niet echt van deze grootte hoor. Want ja, mijn partner houdt ervan. Dus alleen in pangpoeng zet ik het voor hem. Of in kousenbaan, zomaar. Toch is er nog zo. Oké. Heb ik gisteren bedacht. Gisteren heb ik bedacht van. Ik heb tomaat, ik heb peper. Ik heb ketchup. Wil ik sambal maken. En dat ga ik nu doen. Ik ga de garnalen inweken, zodat het helemaal is afgezwollen. Ga ik ze neerzetten. En de zwager is ook lullen. Als mijn moeder dit ziet. She really gonna kill me. But she like shrimp. Shrimp sambal. She likes very, very much a shrimp sambal. She gonna kill me. Because of COVID. That's why she can't come. But ik heb nog een. Hoeveel hij dus als ze komt. Ik hoop dat ze komt. En jullie, ga ik voor haar maken. Ze heeft me nooit gezien sambal garnalen. Ze gaat zeggen, oh, je kan wel voor anderen maken wanneer ik niet daar ben. Als ik daar ben, wil je niet voor me maken. Oké, tot straks weer. Ik ga het in water zetten. Je weet, ja? Mwah. Ik denk even na, wat ik nog meer kan koken. Hoi, ik ben terug. Oké, ik ga beginnen. Vandaag heb ik zin in
sambal garnalen. Ik heb hier iets grotere dan iets grotere droge garnalen. En je hebt ook iets kleinere droge garnalen. Dit heb ik al een tijdje in de vriezer. Dus ik hou niet echt van deze grote. Want ja, mijn partner houdt ervan. Dus alleen in pangpoeng zet ik het voor hem. Of in kousenband. Zo, maar nog, toch is er nog zo. Oké. Heb ik gisteren bedacht. Gisteren heb ik bedacht van. Ik heb tomaat, ik heb peper. Ik heb ketchup. Wil ik sambal maken. En dat ga ik nu doen. Ik ga de garnalen inweken. Zodat het helemaal is afgezwollen. Ik ga ietsje meer zetten. Want de zagras gaat ook willen. Als mijn moeder dit ziet. She really gonna kill me. But she like shrimp sambal. She likes very, very much shrimp sambal. She gonna kill me. Because of COVID. That's why she can't come. But ik heb nog een hoeveelheid dus als ze komt. Ik hoop dat ze komt in juli. Ga ik voor haar maken. Ze heeft me nooit gezien sambal gaan halen. Ze gaat zeggen, oh, je kan wel voor anderen maken wanneer ik niet daar ben. Als ik daar ben, wil je niet voor me maken. Oké, tot straks weer. Ik ga het nu in water zetten. Een week, ja? Mwah. Ik denk even na, wat moet ik nog meer gaan koken. Zo, ik ga door met de ei. Op mijn been zetten. Oh my god, alles ligt er. Ja, de laatste tijd is er zo'n harde wind. Soms denk ik, moet ik met zelfs met een jas op balkon gaan zitten of zo? Of dan gaat men denken, ik ben kamayu. 1,5 uur. Thank you.
genoeg gemaakt. Oh mijn god, ik heb bijna geen plaats meer om die pepers te snijden. Kijk maar. Ik ga even pepers halen, mensen. Pepers. Ja, dit wordt een hele hoge. En maaltijdblokjes, vier maaltijdblokjes voor de smaak. Dus garnalen is al zout, maar ik ga, met de ingrediënten bakken. Met suiker erbij. En zo bij jullie terug, schatjes. Alles erin doen. Al de ingrediënten erin bakken. Bakken, 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 bakken. Kijk, de ei heeft al een mooie bruine kleur. Gaan we suiker erin doen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 liter suiker. Zacht vuur zetten. Tomaten ketchup erin doen. Zacht vuur zetten en dan de garnalen erin doen.
Zo, de garnaal is aan het opsudderen en hij is gaar. En ja, ook proberen het waar mensen. Dank je voor het willen kijken. Please share, subscribe to my channel. Voor een gloednieuwe video. Bye bye, love you. Mwah.